Mijn naam is Gert-Jan Broekhuis. Ik ben projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Twenterand. En plan Mosaïek is een van de plannen waar ik hier aan werk. En ik ben Arjan van der Laan. Ik ben stedenbouwkundige van bureau Dwarsstraat. En ik heb dit plan ontworpen. In februari was er een bewonersbijeenkomst. We hebben uw inbreng gevraagd op het gebied van beeldkwaliteit en openbare inrichting. Ik heb toen ook aangegeven om in mei bij u terug te komen met een inloopbijeenkomst om u te vertellen wat wij met uw inbreng gedaan hebben. Door corona is dat helaas niet mogelijk. Vandaar deze film waarin wij u precies gaan vertellen wat we met uw inbreng gedaan hebben. We staan hier op de locatie Mosaïek in Frieseveen, de locatie tussen het gemeentehuis en het Noordik. Op deze plek willen we woningen realiseren. Het is een plek waar de afgelopen 10 jaar al heel veel over gedroomd is. Alle plannen bleken niet haalbaar. Dus we zijn nu begonnen bij de financiële randvoorwaarden. Het is de bedoeling dat hier straks 30 woningen komen. Maar het is vooral onze ambitie om hier een hele eigentijdse wijk te maken. Een wijk voor de Friese Venus met een mix aan allerlei doelgroepen. Een wijk met veel groen. Een wijk waar we trots op kunnen zijn. Een beeldkwaliteitsplan, dat is een boekje waarin spelregels staan voor het ontwerp van de nieuwe woonwijk. Dat kunnen spelregels zijn waarin staat dat dat er woningen moeten komen met een kap. Dat er een bepaalde architectuur moet zijn, heel traditioneel of juist heel modern. En we hebben die spelregels opgesteld om 2 redenen. De eerste reden is dat we graag samenhang willen in dit wijkje. En dat niet alle woningen helemaal verschillend worden, maar dat het een soort van familie van elkaar is. De tweede reden is dat wij een wijkje willen maken wat typisch Frieseveens is, met een aantal dingen erin die echt passen bij deze buurt. En dat we ook een bepaalde kwaliteit willen. We maken ook een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dat is een plan waarin we aangeven hoe de groengebieden ontworpen worden, hoe we omgaan met parkeerplaatsen, waar we speelplekken maken voor de kinderen en waar bankjes komen. En met als doel om een hele mooie openbare ruimte te maken voor de nieuwe bewoners. Mijn belangrijkste inzicht tijdens de bewonersbijeenkomst was dat ik vond dat mensen heel enthousiast waren over het stedenbouwkundig plan en ook heel betrokken hebben meegedacht over de verdere uitvoering daarvan. Mensen waren enthousiast over de hoeveelheid groen die in de wijk zou komen, over de variatie in woningbouw die er komt. Maar er waren ook best veel verschillende meningen als het ging over de architectuur van de nieuwe woningen. Naar aanleiding van de bewonersavond hebben we verder uitgezocht wat nou typisch Frieseveens is. We hebben door het westeinde en het oosteinde gelopen en we concludeerden dat de woningen die daar stonden vaak een kap hebben, dat ze gevels hebben van baksteen en van hout, dat de woningen een bijzondere daklijst hebben en dat de woningen bijna allemaal voorzien zijn van een plint die de gevels moet beschermen tegen het opspattende regenwater. Het stedenbouwkundig plan voor de Mosaïek zit zo in elkaar dat hij is gebaseerd op de oorspronkelijke landschappelijke structuren. Je hebt hier een strokenverkaveling, hele lange rechte lijnen en dat is al sinds de middeleeuwen ontstaan in deze regio. En je kunt het ook terugzien in de meeste nieuwe wijken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Daar zijn lange rechte straten met woningen die ook in rechte lijnen langs die straten staan. Dat komt voort uit die oorspronkelijke verkaveling. Nou, ook dit plan is daarop gebaseerd. De straten lopen recht in dezelfde richting als die verkavelingsrichting. Ik heb er alleen voor gekozen om in het middengebied, waar een ander woningtype komt te staan, levensloopbestendige woningen van 1 laag met een kap, om daar de blokjes iets geknikt neer te zetten, waardoor er leuke, wigvormige groene ruimtes ontstaan voor de woningen. We onderscheiden in het beeldkwaliteitplan een buitenrand en een binnengebied, en die hebben 2 verschillende sferen. We beschrijven een aantal spelregels op basis van de massa van de bebouwing, de architectuur en de kleuren en materialen die we gaan gebruiken. De woningen in de buitenrand, dat zijn de wat grotere grondgebonden woningen. Woningen van 2 lagen met een kap. Die krijgen een meer formele en stoere uitstraling. Ze worden gebouwd van baksteen en ondergeschikt is hout. De woningen in het binnengebied zijn meer natuurlijk en wat minder formeel. Die woningen die zijn deels 1 laag met een kap en deels 2 lagen met een kap. En de gevels zijn grotendeels van hout. En baksteen is ondergeschikt in de gevels. We zien voor ons dat dit een heel leuk, duurzaam en eigentijdse wijk wordt. Waarbij woningen worden gebouwd van duurzame en natuurlijke materialen zoals baksteen en hout. En waarin we een aantal elementen gebruiken die kenmerkend zijn voor Frieseveen. Zoals een plint en een opvallende dakrand bij de woningen.
Het parkeren in het plangebied is georganiseerd aan de randen, aan de Krijgerstraat onder andere en achter het gemeentehuis en op verschillende plekken in het plangebied. Het is de bedoeling dat bewoners van de vrijstaande woningen en de 201 kapwoningen langs de randen parkeren op eigen terrein. En we hebben het aantal parkeerplaatsen dat nodig is, hebben we berekend op basis van de norm die daarvoor geldt. En wij hebben meer dan voldoende parkeerplaatsen in dit gebied, meer zelfs dan die norm aangeeft. Voor de rest zit er in het plan ook een groene route, een wandelroute van mensen die vanuit dit buurtje richting het centrum kunnen wandelen. Door die wichtvormige ruimtes en door een wadi die bedoeld is voor de waterberging. Een bijzondere plek in het plangebied is de wadi in het midden. Daar loopt een voetpad doorheen in de vorm van een vlonderpad van hout. In die wadi komen informele speelvoorzieningen die passen bij niveauverschillen. En kinderen kunnen daar gebruik maken van het feit dat er regelmatig regenwater in komt te staan. Er komen ook een aantal losverspreide bomen die het nog een sterker groen karakter zullen geven. Er komen ook enkele ontmoetingsplekken waar een bankje kan komen te staan. Het hele gebied is op één niveau aangelegd en het regenwater wordt afgevoerd naar de wadi's die door het gebied heen slingeren. Om de ontwikkelingsplan Mozaïek mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeenteraad die moet het bestemmingsplan vaststellen. Onze marsroute is dat voor het eind van het jaar de raad het bestemmingsplan nog vaststelt. Daarvoor zal er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen waarop u uw reactie kunt geven. Wij koersen erop om dat nog voor de zomer ter inzage te leggen. Houd daarvoor de gemeentepagina en de lokale krant in de gaten. Ondertussen kunt u wel het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan inzien. Die kunt u downloaden op onze site. Mocht u nog vragen hebben over het beeldkwaliteitsplan of het inrichtingsplan, dan mag u te alle tijden contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website.